het podium. Hier een hand applaus. Onze jeugdprinses Iuna. Hey, Iuna! Ik ga de micro laten doorgaan voor alle comitéleden. Iuna, ik vind dat je dat fantastisch gedaan hebt. Ik heb heel veel respect voor u, wat jij hebt bewezen op uw leeftijd. Je hebt zo weinig gegroeid in het afgelopen jaar. Ik kan alleen maar zeggen bedankt, bedankt, bedankt. Ja, als je een jeugdprinses, ik hoop ja, dat de volgende dat mensen zijn genoeg doen, hè? Maar die gaat toch hun best goed doen. Ja, je hebt dat super gedaan, man. Proficiat. Elena, super goed gedaan, mensen, echt waar. We zijn allemaal super fier op Elena. Hey Luna, ga mij afsluiten bij de rest. Je hebt dat fantastisch gedaan. Hè? De show van vorig jaar was echt top. Ik hoop dat je van genoten hebt van jou. Ja, wij ook van u. Dank u. Luna, je was top. Dat heb ik van u niet, denk ik. Een dikke proficiat. Dank u wel. Luna, als een PP, ben ik super fier op u wat jij bereikt hebt. We waren een super fantastische jeugdprinses. We zeggen u vaarwel, maar tot ziens. Hi, Gusta. De smoelijk is kaap. Gusta. Max. Ja, super mooi man. Super mooi man. Echt. Maar weet dat ik altijd trots ben op u. Op wat je gepresteerd hebt in uw campagne. Ja, daar horen ook vandalen streken bij natuurlijk. Stelen van een hoed. Ja, ik ga ons zondes niet allemaal vertellen. Maar voor de eerste jeugdprinses te zijn van Wetteren ben ik enorm, enorm fier op u. En nu is het de tijd waar dat me voor gevreesd is. Dus ik ga nu nog niet te veel zeggen. Want ik denk dat het comité het nog iets wil zeggen en geven. Dus ik ga dat eerst laten doen. Is het goed? Ja, als comité hebben we voor jou een aandenking. Hè? Ja, ik ga dat doen. Kijk, dat is nu een USB-afsluiting. Sorry. Ja, nee, ik loop hier weg, ik weet dat. En ik hoop dat we hier nog een keer gaan weten zien. Dat we nog een keer doorgeven, want ze is ook graag een keizer in België. Dan wil ik graag de leugentreuters op het podium, alstublieft. Want Gustav, je weet, Niels, onze vaste studio waar dat we altijd gaan, waar dat we ook goed zijn. Waar dat de eerste liedjes gezongen hebt, die zat stampend vol. Dus ik moet improviseren om toch nog een liedje voor u te kunnen zingen. En ik denk dat dat ook voor alle carnavalisten die hier nu nog zijn, dat dat zullen meezingen speciaal voor u. Ja.
blind tot felle licht, kijk ik even in de zaal. Ik zie een blij gezicht, ik geniet, lijkt zo normaal. Jij laat me zweven, wie had dit ooit gedacht? Dus ik koester dit moment en zeg nu jij bent bedankt. Gemaakt. Het zat is niet altijd mee, maar jij stond altijd voor me klaar. Jij laat me schreeuwen, wie geeft jou iets terug? Maar koester dit moment, want leven gaat soms niet te vlug. Wet eruit, allemaal voor die Luna! Van mij, voor jou. Ik wil het je geven, want jij laat me leven. Dus dit is voor jou, voor jou, voor jou. Van mij, voor jou. Is dit applaus? Ja, deze keer klap ik op en voor jou. Dus we komen telkens weer bij elkaar. Maar ik wil dat je het weet, dus zeg ik nog een keer voor ik ga. Wet eruit! Van mij, voor jou, is dit applaus. Van mij, voor jou, is dit applaus. Ik wil het je geven, wat jij laat me leven. Dus dit is voor jou. Straks op de wagen staan, van de vier naar de vier, die zijn
een cadeautje mee. Geef eens, ik heb voor jou ook eentje mee. En ik heb voor jou ook nog iets mee. En met die voor jou heb ik ja, ook eentje. En mama, jij krijgt de overschot. Diana, voor jou heb ik ook eentje mee. Deze boja heb ik ook in mee. Daar wachten gewoon honden, prinskandidaten. Die kijken nu al uit naar de stoet in de straat. Eerst komt ons lukken, dat is Jean-Philippe. Leslie, ook bedankt om mijn sponsor te zijn. Het is boja heb ik ook in mee. Van de Cialures, hè, jongens. Voor mij als eerste jeugdprinses. Deze
van ons verder, wat was dat een succes? Carnaval is echt mijn leven, daar zou ik alles voor geven. Dus ik riep gewoon mijn kans, zorgde voor de ambiance. Mijn roep was ooit zo fier, ik stond er met plezier. Maar nu is het einde echt nabij. Ik wil iedereen bedanken die stonden achter mij. Prinses Iluna, een groot voorbeeld. Ik wil Iluna komen bedanken, Matteo voor jullie komen. Ze heeft dat fantastisch gedaan, we zijn haar allemaal heel dankbaar. Dank voor jullie, dank je wel.
Ja, ik ga jullie niet langer in spanning houden. Jelena, ik ga eerst beginnen met u. Het is een hele mooie uitslag, een heel mooi rond getal. Maar jij moogt u vanaf vandaag jeugdprinses 2024 noemen. Met 89 punten. Doe ik, man. Bob, man. Daar gaan we Jelle ook natuurlijk niet lang in spanning houden. Jelle, jij moet samen met Jelena jeugdprinses 9 punten op 100. Dat is een fantastische resultaat natuurlijk. 89 punten voor Jelena, 90 punten voor Jelle. En ze hebben alle twee, in mijn mening, dik verdiend. De show was in orde, de stemmen waren behaald. Ze mogen vliezen op Bulgarije. Geef ze nog een avondapplaus. We gaan beginnen met het aankleden van de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses. En daarna krijgen zij het woord en mogen zij natuurlijk hun liedje zingen. Ik ga beginnen met Ilse, jij mag het lint overhandigen aan jeugdprins Jelle. Terwijl keizer Patrick, jij mag het lint overhandigen aan jeugdprinses Jelena. Ja, man. Fuck, man. Hier, Vins. Ik ga je nog de steek overhandigen. Ik ga hem opzetten bij u. Dikke proficiat. Jelena, uw kroontje wordt. De kroontje is onderweg. Het ligt nog in de orde van de boezem. In de tussentijd gaan we natuurlijk de scepter zo veranderen. En dat is natuurlijk de job van de voorzitter. Ik ga hem het woord geven terwijl dat hij dat doet. Ja, ik heb die scepter speciaal als de bouwer. Omdat ja, ik toch vind dat dat ook een heel waardige titel is. Dus ik zou zeggen, draag er zorg voor. Want dat is identiek met de grote scepter. Dat is niet slecht. Dus draag er zorg voor. Voor dat ik de eerste dames in de alsjeblieft. Ja, welkom hier. Ja, wat heb je iets op te zeggen? Heel veel. Bedankt iedereen die op mij heeft gestemd. En vooral wil ik mijn papa bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor mij. En mijn groep. En ook vooral nog eerst mijn zus Rob en Emily als ons dansers. En Johan, u ook voor mijn decor. Dank u wel, echt waar. Dank u wel aan iedereen. Ook aan mijn groep. Ja. Ook aan Peter. Hey! Goed, ik ga jullie de micro direct teruggeven, Jelena, want jij moet beginnen met een liedje te zingen. Ik sta voor dat Jelle gewoon meedoet met Jelena. Straks, Jelena doet mee met Jelle. En wij blijven allemaal staan. Tot aan u. Thank you.
gestoord. Dat doet zo goed. Zijn present en zes.